Episode 136. Stop the war. Oké, tijd voor een nieuwe Rose episode. Een hopelijk transformerende episode voor jullie. Dat is in ieder geval mijn intentie. Om jullie dezelfde transformatie te bieden die ik op een diep niveau mag voelen. En ik hoop jullie daarin mee te mogen nemen. En terwijl ik dit zeg, kijk ik op mijn laptop en is het 33%. Dus een mooi teken om te gaan vervolgen. Ik ben vanochtend gaan schrijven met Rose, omdat ik de afgelopen dagen een zeer interessant inzicht heb gekregen. Eigenlijk de afgelopen paar dagen sinds Parijs al. In Parijs kreeg ik een soort van maanreading door van Rose, waarin ze aangaf van het is tijd om naar de achterkant te gaan. En ook de achterkant te zien en vanuit die plek te zijn. En dat heeft me heel veel nieuwe inzichten gegeven. En op basis daarvan ben ik vanochtend gaan schrijven. Voordat we gaan beginnen met de episode wil ik ons allemaal uitnodigen om heel eventjes bewust stil te staan bij ademhaling. Dus diep in te ademen door je neus. Uit te ademen door je mond. Diep in te ademen door je neus. Uit te ademen door je mond. En diep in te ademen door je neus. En heel eventjes bewust te voelen wat je op dit moment voelt. Ongeacht of het een prettige of niet prettige emotie is vanuit je geconditioneerde mind. Dat zullen we vandaag ook aan de orde gaan brengen. Maar kijk eens of je het kunt voelen. Kijk eens of je kunt voelen wat je voelt. En kijk eens waar je de emotie die je voelt, als het een geconditioneerde, niet prettige emotie is, waar je die in je lijf kunt voelen. En ik kan voelen dat die heel erg in mijn buik zit. Hè, mijn geconditioneerde emotie. Mijn sub-emotie eigenlijk, zoals Roos ons straks zal uitleggen, is onrust. Dat voel ik in mijn buik, dat voel ik in mijn keel. En het kan bijna zo voelen alsof ik moet overgeven. Zo heftig. En ik ben claustrofobisch. En datzelfde gevoel dat ik voel, als en een hoogtevrees trouwens ook, als ik boven op een hele hoge plek sta of opgesloten zit, dat gevoel. Dat is wat ik nu voel, eigenlijk een inimini fractie van. En ik wil je uitnodigen om voor jezelf je emotie te voelen. En het klinkt misschien een beetje tegenstrijdig, maar ik wil je vragen om die emotie sterker te maken. Dus nog sterker te maken dan dat je hem nu voelt. En misschien helpt het om je inderdaad voor te stellen dat je opgesloten zit in een ruimte. Of dat je op een hoge toren staat. Of whatever hetgeen is dat jou echt die diepe angst geeft. En kijk eens of je die in je lijf kunt waarnemen. En waar je dat kunt voelen. Mijn neus gaat meestal ook dicht. Mijn keel knijpt dicht. Oor gaat een beetje suizen. Het voelt echt dan alsof ik moet overgeven. Het is een onrustige emotie. Bonk begint ook te likken aan zijn poten. En in plaats van nu te zeggen van dit mag er niet zijn en Bonk moet stoppen met likken, want dat is dan eigenlijk de uiting ervan. Laten we eens kijken of we het gevoel kunnen omarmen. Of we kunnen zeggen, het mag er zijn. Misschien wordt het in de eerste instantie nog iets erger. Lijkt het wel op, want Bonk begint steeds harder te likken.
Maar laat het er gewoon eens zijn. Laat het er eens zijn. Blijf met je aandacht ook gericht op je ademhaling. De onrust is er nog steeds. De bonk is nog steeds aan het liggen. Dus laten we doorgaan totdat we voelen dat het echt oké is. Schijnbaar is er nog steeds een stukje wat we ons verzetten tegen dat bonk met zijn poot aan het likken is. Dat ik me zo voel, dat jij je zo voelt. Dat mag er nog steeds niet helemaal zijn. Je kunt denkbeeldig je armen openen en zeggen, ik wil dit voelen. En je kunt doen alsof je midden in een storm staat en je armen wijd open doet. Horen jullie dat? Bonk houdt op. Doe je armen maar wijd open. En zeg, ik accepteer dit. Visualiseer jezelf midden in die storm. En zeg, dit is waar ik voor kies. Dit mag er allemaal zijn. Het mag er zijn. Hou je armen open. Ga niet te snel weer naar afleiding. Blijf nog steeds in deze storm staan. Hou je armen nog steeds wijd. Voel nog steeds die heftige emotie. En merk ook op of je nog steeds zo sterk voelt. En ik kan me niet voorstellen dat het nog steeds zo sterk voelt, want Bonk is gestopt met likken. Dus het kan niet anders dan dat het afgenomen is. En hou je armen gespreid. Blijf jezelf daar visualiseren. En merk op dat ondanks dat jij op dezezelfde plek bent blijven staan, het toch lijkt alsof de storm is gaan liggen. Dat de storm toch weggegaan is. Terwijl je daar in feite helemaal niets voor hebt hoeven doen. Het enige wat je hoefde te doen is op de plek te blijven staan. Je armen te spreiden. En te zeggen, dit is wat ik kies. Laat het maar komen. Ik sta met open armen. En voor mij is dit de essentie van wat ik vandaag met jullie wilde delen. Dit is de essentie van datgene wat ik de afgelopen dagen heb mogen meemaken. Dit is de plek waarvanuit je een diepe rust kunt voelen. Waarvanuit je kunt voelen dat hoe heftig de storm ook is, er altijd zal zijn. Ik vind het zo'n liefdevolle demonstratie dat de energie van Bonk ons hier zo mooi mee spiegelt. Ik kan het natuurlijk wel zeggen met mijn woorden, maar op het moment dat we het ook zien aan bijvoorbeeld Bonk, die ons hier echt, best spiritual teacher, ik krijg bijna tranen van hem ogen, ons dit zo mooi laat zien,
Dat is hoe krachtig het is om samen te werken met het universum. Je kan alles afmeten aan je omgeving. Je kunt letterlijk zien wat er gaande is. Alleen als we ons blijven verzetten, als we blijven zeggen het mag niet, het mag niet, het mag niet, dan kom je er niet. Dus als je naar deze plek komt, als je hier bent, open je armen en zeg, dit is wat ik kies. Laat het maar komen. En de reden waarom ik dit ook zo graag met jullie wilde delen, is ook omdat ik gisteren naar een episode zat te luisteren van Oprah en Byron Katie. En Byron Katie zegt daar ook heel mooi van, ik heb al iets van, weet ik wel, 40 jaar niet meer gesufferd. En toen ik dat voor het eerst hoorde, dacht ik, oké, hoe kan dat dan? Maar dankzij deze oefening snap ik wat ze bedoelt. Als dit de plek is waarvanuit je alles accepteert, dan blijft er alleen maar een soort van hele intense vrede over. En dan bestaat er geen suffering meer. Rose noemt het in de episode die ik vandaag met haar geschreven heb, de sub-emoties. Ja, dus de emoties die we voelen vanuit onze geconditioneerde mind. Angst, maar ook joy, excitement, onrust, verliefdheid. Al die emoties zijn sub-emoties. En die liggen zeg maar als een soort van bovenlaag, boven onze zijn. En onze zijn is eigenlijk niet eens uit te drukken in een emotie. Maar het wonderlijke is dus wel dat op het moment dat je ervoor kiest om alle emoties er te laten zijn, alle sub-emoties, er zit ook geen verschil in de sub-emoties tussen joy en verdriet. Het zijn dezelfde sub-emoties. Precies hetzelfde. Als je beide met open armen ontvangt, dan kom je op je zijnsfrequentie. En ik hoop heel erg dat jullie kunnen voelen wat ik hiermee probeer te zeggen, of wat wij hier echt mee proberen te laten zien. Is dat er geen emoties zijn. En ik ga toch de episode voorlezen om te laten zien wat Roos erover te zeggen heeft. Tenzij Bonk nu weer zou beginnen, dan zou het misschien niet de bedoeling zijn. Maar ik ben met deze introductie begonnen en ik heb ook tegen hun gezegd van ik ben zo onder de indruk van dit. Dat ik echt voel dat ik dat wil delen. En ik voelde ook heel erg dat de intentie was om jullie dit op een diep niveau te laten voelen. Zodat je ook echt voelt op celniveau dat er weer een stukje getransformeerd is. En ik zit even te kijken of er überhaupt iets van toepassing is wat in de Rose episode staat. Wat we misschien hebben het allemaal al wel gedeeld. Ik vroeg iets over controle waarover zij zeiden dat... dat vroeg ik. Dus wat ik ervaar, bijvoorbeeld in het begin van deze oefening, wat jullie misschien ook hebben ervaren, is dat ik de controle nog niet helemaal kon loslaten. Het lukte me nog niet om mijn armen wijd over uit elkaar te doen. Dat is ook waarom Bonk begon te likken, steeds harder en harder. Dat is omdat we denken, we laten los, maar het gaat nog steeds niet. En dan worden we helemaal gefrustreerd en dan neemt die energie helemaal zo krampachtig toe. Dat is onze controledrang. En ik vroeg op basis daarvan, waar zit controle volgens jullie op de zijnsfrequentieschaal? En waarop zij inderdaad zeiden, overal nergens. Controle bestaat in feite niet. Het is alleen wanneer jullie ervoor kiezen de emoties niet te voelen, dat jullie emoties, of zoals wij het liever zouden willen noemen, sub-emoties, voelen. Dus op het moment dat wij ervoor kiezen om die sub-emoties niet te voelen, dan ontstaat er ja, een soort van onrustig. Dan wordt eigenlijk de sub-emotie alleen maar sterker. Maar wat we doen door die sub-emotie niet te voelen, als we daarvoor vechten of voor vluchten,
dan wordt het alleen maar intenser en komen we dus niet naar die seinsfrequentie toe. Ik denk eigenlijk dat we daarover niet zoveel meer hoeven te zeggen dan dit. Wat ze erop zeggen is van de plek die we jullie net hebben laten zien, dat is de plek waar jullie naar streven. Dat is de plek waaruit jullie vanuit jullie, zelfs vanuit jullie geconditioneerd zijn, maar ook vanuit jullie seinsfrequentie, dat is de plek waar jullie naartoe willen. Dat is de plek die als thuiskomen voelt. De plek van een soort van ultieme rust, van vrede eigenlijk. En wat zij daar nog op willen meegeven, is dat zij zeggen dat vanuit onze geconditioneerde mind wij een sub-emotie weer voelen van angst. Dat op het moment dat wij naar die plek van vrede toe zouden gaan, dat we dan niks meer zouden willen. Dat dan er geen verlangens meer zouden zijn. Dat dan de groei stopt. Maar zoals ze ons ook in de instructies naar verlicht leven hebben laten zien, is dat groei onvermijdelijk is. En degeneratie bestaat niet. Dus zij blijven ons aansporen om juist te blijven, nou eigenlijk om de geconditioneerde overtuiging te zien voor wat het is, een geconditioneerde overtuiging, en dat dat niets te maken heeft met de werkelijkheid. Ja, het is misschien onze geconditioneerde overtuiging dat op het moment dat we op een zijnsfrequentie zijn, we niets meer verlangen. Maar dat is niet wat werkelijk is. Het is juist vanuit die plek dat we kunnen voelen wat we werkelijk verlangen. Maar het verlangen krijgt een andere, ja, ik weet niet eens hoe we dat in menselijke woorden moeten beschrijven. Het krijgt een andere frequentie. Het is niet meer verlangen vanuit needingness. Het is niet meer verlangen vanuit die sub-emotie. Het is een verlangen, maar een weten tegelijkertijd. Dat is ook de emoties die zij in het universum. Zij hebben niet de emoties zoals. Zij kennen die sub-emoties niet. Zij kennen alleen die zijnsfrequentie. En het is soms een beetje verwarrend, omdat wij het allemaal zien als emoties. We voelen het allemaal als emoties. Maar als we beter leren oefenen met het verschil voelen tussen die zijnsfrequentie en die sub-emoties, gaan we ervaren dat daar een wezenlijk verschil tussen zit. En gaan we ervaren waar het zit in ons lichaam, waar die zijnsfrequentie zit en waar die sub-emoties zitten. En dan kan je steeds meer gaan onderzoeken wat er mag ontstaan vanuit die zijnsfrequentie. En als we vanuit die zijnsfrequentie kunnen gaan laten ontstaan, dan, ja, dan ontstaat er magie met een hoofdletter M. Dan ontstaan er magische dingen. Dingen waarvan je nu nog niet eens weet hebt. En ook dat kan weer de sub-emotie angst oproepen. Ook dat kan weer de sub-emotie spanning oproepen. Maar op het moment dat je dat voelt, ga het aan. Open je armen. Voel waar je het voelt in je lijf. En echt waar, het is fascinerend. Ik heb het vannacht ook weer gedaan toen ik wakker werd uit een droom. Elke keer als ik het voel, ik laat het zo heftig binnen. En het is zo interessant om te voelen dat datgene waar ik altijd zo bang voor was, die emoties, dat me eigenlijk precies bij mijn zijnsfrequentie brengt. Dat juist door er doorheen te gaan, ik bij die zijnsfrequentie kom. En dan voelt het bijna net alsof je door zo'n heel donker bos moet om daarna uiteindelijk bij die prachtige lichte plek uit te komen. Het is zo magisch, maar je kan alleen bij die lichte plek komen als je bereid bent door die illusie heen te stappen. Je kunt alleen door die illusie heen te stappen als je je armen ervoor opent. Als je ervoor blijft vechten, als je ervoor blijft vuchten, dan kan je het niet zien. Dan kan je er niet komen. En dat is de magie. Dat is de plek die ik nu mag ervaren. Dat is de plek die ik jullie nu mag doorgeven. En vanuit die plek voel ik ook dat het zo goed is. De synchroniteit, de perfectie van alles. Ook dit houdt weer zo verband met zoveel dingen. Hè. De signs die ik eerder heb gekregen over het event, over de locatie, die 333. Het bleek niet die locatie te zijn die het moest gaan worden. Sterker nog. Het enige waarvoor het gebeurde is omdat ze me wat wilde laten zien. Ze wilde me iets laten zien. Ze wilde me laten zien dat ik eerst nog iets moest zien voordat ik überhaupt ja kon zeggen tegen een locatie. Ja, dus de signs zijn
De betekenis van de signs zijn vaak zo subtiel en zijn vaak niet wat we vanuit onze geconditioneerde mind in de eerste instantie denken. Dus als we zeggen, I am willing, ik ben open om alles te zien. En mijn intentie is ook heel vaak, vanochtend was mijn intentie ook, ik ben willing om vandaag nog meer te zien, nog meer te ervaren, nog meer te horen. Dingen te zien, te ervaren en te horen die ik eerder nog niet kon zien. Echt waar, als dat je intentie is, dan heb je weer zo'n magische groei, magisch inzicht. En ja, dat is wat ik mezelf gun, dat is wat ik jullie gun. En bij deze wil ik hem graag voor nu afsluiten. Ik wens jullie een hele magische dag toe. En wij spreken jullie de volgende keer weer, wanneer de tijd daar klaar voor is. Heel veel liefs.